Toen ik vlakbij huis juffrouw Dijkhoff tegenkwam, schoot het me gelukkig bij tijds te binnen. Ik bleef stilstaan, stak mijn hand uit en zei: nog wel gecondoleerd met het verlies dat u getroffen heeft. Het gebruikelijke rotzinnetje. Maar mijn vrouw had al namens ons samen van medeleven laten blijken en zij doet dat beter, meer van binnenuit bedoel ik. Het is een gave. Je hebt het of je hebt het niet. Ik heb het niet. O, dank u wel, meneer, antwoordde juffrouw Dijkhoff met een lachje dat haar laatste twee tanden aan de openbaarheid prijsgaf. Ze is in de 70 en ze heeft iets van een erg ziek vogeltje dat maar niet sterven wil. 10 jaar geleden zag ze er eigenlijk al net zo uit. Zij het iets rechter van postuur. Ze kwam toen bij ons in de buurt wonen in een huis met zo'n beschermd geveltje waar vreemdelingen en heemschutters verliefd naar opkijken. Achter dit door de eeuwen geheiligd decor trok ze steeds krommer van een onverjaagbare vocht die grillige abstracte compositie schilderde op haar behang en bij het bestijgen van haar gruwelijke trap klemde ze zich vast aan een touw, zoals alpinisten doen. Haar huisgenoot heette Ome Barend, een weduwnaar met wie ze hokte, omdat zijn volwassen kinderen een huwelijk tegenhielden, want hij had in zijn scheppende jaren gepot en daar mocht ze niets van erven. Hij kwam dagelijks in de kroeg op de hoek en vulde daar de lieve stilte met zijn metaalharde stem. Vrijwel alle mensen hebben iets aardigs, als je maar diep genoeg graaft. Maar het boeiende van Ome Barend was dat je, ook als je hem openbrak als een straat, niets meer vond dan een botte, harteloze bruut. Het einde kwam toch nog plotseling, zei ik maar eens. Ja, hij was even gaan liggen. Hij voelde zich opeens niet wel, ziet u, en... Terwijl ze verder vertelde, dacht ik aan kleine Rinus. Hij kwam ook geregeld in die kroeg. Een scharrelaartje in oude rommel. Met een vrouw die zich lang geleden in zijn beminnelijk uiterlijk had vergist. Als we haar eens een keer zagen, kwam ze nooit verder dan de drempel. Dan schold ze hem uit met een duidelijke voorkeur voor het meisjeswoord mispunt. Kleine Rinus was ook wel een mispunt, zei het in maatschappelijke zin. De paar centen die hij de harde wereld met zijn povere transacties wist te ontwringen, bracht hij naar die kroeg, waar hij er een zwaarmoedig geluk voor kocht. Toen hij geen uitweg meer zag, hing hij zich op in de keuken, 's ochtends om 5:30, want hij sliep slecht en hij had me meer dan eens gezegd dat de zorgen komen als je wakker ligt. In de kroeg leverde zijn kloeke daad een vol uur meewarige conversatie op, want ze mochten hem wel. Alleen Ome Barend vernam de feiten met de vitale voldoening van iemand die zelf nog leeft en zei: de kaffer, ik zou dat lijk wel eens willen zien en hem dan lekker uitlachen. Ofschoon hij wel eens rondjes gaf, viel er een vijandig zwijgen om hem heen. Toen de dokter kwam was het eigenlijk al te laat, zie u, maar hij zei: ach mevrouw, uw man was toch niet meer te redden geweest? Ja, zei ik. Jaren geleden liet ik laat in de nacht eens een paar vrienden uit. In het maanlicht kwam Ome Barend aan, gevolgd door zijn zoon en zijn schoondochter. Hij had de stijve, tastende tred van een man vol drank, die overeind wil blijven tot het bed hem zal opvangen. Juffer Dijkhoff hing als een kind aan zijn arm, nogal wazig en kwetsbaarder dan ooit. Ze kwamen van een verjaardag, denk ik.
Toen ze vlakbij waren, wankelde het vrouwtje. Hij gaf haar 2 harde vuistslagen in het gezicht, waardoor ze languit op straat viel en hij liep alleen verder. De schoondochter trok haar overeind en de zoon zei dof, niks aan de hand, niks aan de hand. Zich aan de muur vasthoudend, wankelde zij achter het groepje aan. Na de operatie is hij nooit meer helemaal de oude geweest, vertelde ze. Ze hadden hem naar huis gestuurd om te sterven. In die laatste weken stond hij, als het mooi weer was, wel eens nors en roerloos op de hoek van een straat tegen een winkelpui geleund als een groot, vervaarlijk ding. Het is misschien maar beter zo, antwoordde ik nog steeds oningeleefd. Even keek ze me aan en toen strafte ze me voor alles wat ik had gedacht door bijna 4 te zeggen. En toen die dood was, heb ik toch gehuild.